Je oude slagroom zit aan je lepeltje. Ja. Nou, lik het er maar lekker af. Dat vind je wel lekker. €5,72. Dat kost een lidmaatschap voor Poont. Geld dat wij niet nodig hebben, maar het Rode Kruis wel. Dus verdubbelen we je geld en doneren we dat aan het Rode Kruis. Word eenmalig lid van Poont. Je helpt ons dan om als omroep te blijven bestaan. En intussen knokken we samen voor het goede doel. Door de coronacrisis kunnen veel mensen elkaar niet zien. En dat is super sneu. Zeker als je jarig bent. Mien wordt 103 vandaag. En haar vriendin Bernadette, die wil haar in het zonnetje zetten. En wij, van Poont, wij zijn de onaardigste niet. Nou, we hebben een verwendpakket voor uw vriendin. Leuk. Lekker advocaatje, slagroom. Ja. Want vertel, waarom zijn we hier? Waarom had u ons gemaild? Ja, ik heb gebeld omdat ze in verband met de coronacrisis... ze natuurlijk al 4 weken geen bezoek mag hebben. Ja. En ik ben al 20 jaar haar vriendin. En ik bezoek haar eigenlijk bijna elke dag om even bij te praten, de post door te nemen. En vandaag is ze jarig en wordt ze 103. Nou, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. En 103, wauw! Ja, de burgemeester heeft van de week laten weten dat ze de oudste inwoner van Lisse is. Dus dat is natuurlijk ook bijzonder. Ja. En ja, daar is ze zelf eigenlijk ook wel heel trots op. Want ze beseft het allemaal heel goed. Ze ziet heel slecht en ze hoort heel slecht. Maar voor de rest is alles nog picobello in orde. En is dat wel aan haar besteed, een advocaatje? Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. Mooi. Te regelmatig advocaat brengen. Want als ze 's nachts niet goed kan slapen, dan gaat ze uit bed en dan neemt ze een advocaatje. En dan slaapt ze weer lekker. Ja. Oh, heerlijk. Ja, ja, ja. Nou, laten we niet langer wachten. Laten we lekker naar boven gaan. Of u in ieder geval met de cameraman. Okay. En ik zou zeggen, neem de cadeautjes mee. Ja. Hiep, hiep, hoera. Dat zal ik doen, ja. Harte gefeliciteerd met je verjaardag, hè? Ja, dankjewel. 100... Ja, dankjewel. 103. Het is toch wat? Je hebt het toch maar weer mooi gehaald. Ik hou even mijn hand bij het raam. Dan kan je mijn hand zien. Gefeliciteerd. Zie je mijn hand? Ja? Gefeliciteerd, Emien. Zullen we even proosten met de advocaat? Even kijken hoor, of dat allemaal gaat. Proost! Op naar de 104, Mien. Geniet ervan, hè? Nou, lekker hoor. Die missen we wel, hè, zo samen. Ja, kijk eens. En die dingen zo, die schep zo klein, en dan zit al wat gegaan. Ja, alle slagroom zit aan je lepeltje. Ja. Nou, lik het er maar lekker af. Dat vind je wel lekker. Goed zo. Want ik heb hier ook nog een mooie bos bloemen liggen van de televisie. Ja. En chocolaatjes. Ja. Ja. Ze maken dat ook niet elke dag mee dat er iemand 103 wordt. Nee. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immermeer. Nou Mink, tot ziens hè. Gezellige dag. Fijn feest. Dag! Ja, 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 doen we. Oké, dag! Ja. Zo, ik zal hem even overnemen. Heeft u het gevoel dat de actie is gelukt? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ondanks dat het natuurlijk niet echt een verrassing meer was, maar dat ze het wist. Ze keek uit het raam, ja. Nee, ja, ze vond het echt heel leuk. Op een gegeven moment heb ik mijn hand op het raam gehouden. En dat ziet ze dan, hè. Dus dan, even proosten met de advocaat. Dat was echt top, ja. 100. En samen zingen natuurlijk, was ook heel leuk. 103 jaar geworden.
Ongelooflijk. Ja, ja. Wil jij nou ook iemand verrassen tijdens de coronacrisis, omdat je elkaar bijvoorbeeld niet kan zien? Mail dan naar corona@poont.tv.